Salve, spectatoris mei, hospes et magister vestrisum, aronus wesselus miserum. Oké, genoeg deurtje. Welkom terug bij Geschiedenis Iedereen. Ik ben Aaron, je gastheer, en vandaag gaan we het hebben over de klassieke periode van 800 voor Christus tot en met 500 na Christus. Laten we beginnen. We beginnen bij de Grieken. De kenmerkende aspecten die hierbij horen zijn de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over de burgerschap en de politiek in de Griekse stadstaat en de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. We beginnen bij de tweede, want die is wat simpeler. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur is vrij simpel uit te leggen. De Grieken waren in de beeldhouwkunst nogal perfect en ze hadden een hele dramatische compositie en over het algemeen waren ze heel beeldschoon. De Romeinen namen dit over toen ze hun cultuur overnamen, alleen deden het wat realistischer dan de Grieken. Dus ze gaven hun beelden rimpels en puisten en dat soort bullshit. Ook namen ze de gebouwen over van de Grieken, dus de bouwkunst, alleen deden ze het wat groter met koepels en met grote viaducten en ook met beton en bakstenen. Ook namen ze de goden over, dus kregen ze een antropomorfisch godsbeeld. Dus dat betekent dat de goden op mensen leken en niet op natuurkrachten, wat ze namelijk eerst waren. De Griekse cultuur die jij en ik kennen was pas in de 5e eeuw voor Christus eigenlijk in de bloei. De verspreiding van de Griekse cultuur naar het oosten heette, door Macedonië trouwens, heette het Hellenisme. Verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur in Europa heette de Romanisering. Nu het andere kenmerkend aspect, de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over de burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Let's motherfucking go. Oké, dus dit klinkt heel moeilijk, maar het is vrij simpel. Elke stad had namelijk zijn eigen bestuur en zijn eigen systeem, wat dus een stadstaat is. Deze systemen waren een monarchie. Dat betekent dat het gewoon een erfelijke koning was en dat je, als je koning doodgaat, dan komt de volgende en die bestuurt dan de stad. Je had de aristocratie, dat was dat edelen de stad besturen, soort van. Het is best wel moeilijk uit te leggen, ik versimpel het heel erg. Een oligarchie, rijke edelen besturen de stad, maar het is een soort van, ze zijn ook geleerden. Dus die andere edelen, het was een adellijke familie bij een aristocratie. Een oligarchie zijn gewoon normale mensen, alleen zijn rijk. Een democratie krijg je dan ook. En dat is dat het volk bestuurt. Maar het volk betekent hier geen slaaf, geen vrouw, maar gewoon een autochtone man. Het wetenschappelijk denken ontwikkelde zich soort van rond de 6e eeuw voor Christus, waarbij filosofen dingen gaan verklaren met rationeel denken, in plaats van, oh kijk, de goden hebben dit gedaan, kijk, Maria is geneukt door God en niet door gewoon een andere man, want dat wil ik ontkennen. Hierbij horen de filosofen Plato, Socrates, Aristoteles, you know, the big tree. Nu hebben we het saai gehad, dus gaan we over naar het leuke 2.2, het Imperium Romanum. What's so funny about Bicus Dicus? Well, it's a joke name, sir. Dit was de eerste eeuw voor Christus tot met de eerste eeuw na Christus ongeveer. Met het kenmerkend aspect, de groei van het imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich verspreidde in Europa. Let's motherfucking go! Het grote rijk dat jij en ik kennen, begint als stadstaat in 700 voor Christus. Dan honderden jaren later eigenlijk, hebben ze het stuk Italië wat we nu weten, wordt in 300 voor Christus. 350 voor Christus, sorry. 264 voor Christus, dan hebben ze ook Griekenland en ook Carthago soort van veroverd. Met de verovering van Griekenland nemen ze dus ook eindelijk de Griekse cultuur over. Deze cultuur verspreidt zich via wegen en steden en dat heette de Limes. Vanaf 500 voor Christus, dus eigenlijk ook weer honderden jaren later, komen ze aan in Nederland. Maar ze zien dat we eigenlijk een paar holbewoners zijn in een moeras en lopen weer weg, want ze willen hier helemaal niks te maken hebben met ons. Maar hier komt ook een passief einde eigenlijk van de prehistorie, want wij hebben nu contact gehad met een samenleving die al kan schrijven. En, you know, we werden soort van bekeken als minderen door de Romeinen, omdat we niet konden schrijven.
Dat klinkt bekend. Sommige Germanen werden ook vrienden met de Romeinen. Ze handelden met ze en gingen ook soms in hun leger vechten. Daar komen later de Rijn en het Rijnland was eigenlijk veel belangrijker voor de Romeinen. Want ja, uiteindelijk stoppen ze ook met de expansie in Germanië. Want dan verliezen een slag bij Teuto Burgerwoud. Daar is een serie over gemaakt. Barbaren spreekt ze ook echt Latijn in. Dus een soort van aanrader. In ieder geval, ze verliezen die slag dik. En zeggen dan, oké, sorry, we stoppen maar met jullie invallen. Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. Nu nog even snel hoe het Romeinse Rijk een rijk werd, dus met een keizer en niet met een senaat. Want er was namelijk van 750 voor Christus tot en met 500 was een soort van was er monarchie in Rome. Daarna kwam dus een republiek en dat was met twee consuls en de senaat. En zie de twee consuls als een minister-president en zie de senaat als de eerste en de tweede kamer. Maar dan pas rond 100 voor Christus krijgen generaals eigenlijk veel meer macht. Omdat ze een heel groot leger hadden. En dat leger was ook loyaal eigenlijk aan de generaal. Niet zozeer aan de consul. Dit zorgde er ook voor dat generaals ook vaak in de senaat kwamen. Zoals Julius Caesar. Die zijn grote leger gebruikte om uiteindelijk een staatsgreep te doen. En dan kreeg je allemaal burgeroorlogen met de twee consuls. En wat drama met Cleopatra, bla 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 bla. Uiteindelijk wordt hij in 44 voor Christus benoemd tot dictator primus. Oftewel, dictator voor het leven. Dat leven duurde niet zo lang, want eigenlijk het volk hield van hem. Maar de senaat haatte hem. Dus vermoordt de senaat hem op 15 maart 44 voor Christus. Dan met de dood van hem komt Octavianus. En Octavianus gaat achter hun moordenaars aan. En nadat hij verslagen heeft in 31 voor Christus, wordt hij benoemd tot Augustus, oftewel de Verhevene. En daar is dus eigenlijk de eerste keizer. En hij regeerde van 47 voor Christus tot en met 14 voor Christus. Ja. Augustus maakte ook veel maatregelen. Maatregelen die ervoor zorgden dat het volk blij was, maar ook de senaat, want anders word je vermoord. Dus gaf hij de senaat een illusie dat ze macht hadden, maar eigenlijk was hij gewoon een alleenheerser. Dit start ook de Pax Romana, dat is een soort van dat er politieke stabiliteit is in het Rijk van de eerste eeuw voor na Christus tot de tweede eeuw na Christus. Nu over het christendom en jodendom. Sorry, ik heb niet zoveel met religie. Dus als ik een foutje maak, het spijt me. Ik ben geen christen of jood. Dit heeft het kenmerkend aspect. De ontwikkeling van de twee als de eerste monotheïstische godsdiensten. Dus met Jezus van Nazareth, a.k.a. de Messias. Nee, Jezus werd trouwens geboren in 4 na Christus. Ik weet niet zeker waarom dat komt, maar het is een leuk feitje. Zijn boodschap hield eigenlijk gewoon in, wees geen klootzak, please, thanks. Net zoals elke religie eigenlijk, als je er goed over nadenkt. En you know, niet varken eten ook, staat in elke religie, niet alleen in het islam. De Joodse hoogpriesters horen jammer genoeg niet zijn bericht en zijn een klootzak, want ze leveren hem over aan de Romeinen die hem kruisigen. Zo sterft hij aan het kruis en verandert hij een soort van de hele wereldgeschiedenis. Paulus een van zijn vrienden, verspreidt daarna zijn verhaal. Maar die wordt vervolgens verbrand door Nero. Thanks Nero. Wat een topper. Nu het andere kenmerkend aspect, ontwikkeling van het christendom tot de Romeinse staatsgodsdienst. Namelijk in de eerste en de tweede eeuw werden christelijk afschuwelijk veel vervolgd. Want de boodschap was ook soort van dat het Romeinse Rijk zou vallen en het nieuwe Rijk van David zou opkomen. Dit vonden de Romeinen niet zo leuk. Ook eerden ze natuurlijk de keizer niet, wat de Joden wel deden. Heel slim Joden, goed gedaan. In 64 na Christus heb je ook de brand van Rome.
die heeft waarschijnlijk heeft Nero die aangestoken. Maar in ieder geval legt hij de schuld op de christenen. Ja, thanks Nero. Je bent echt zo'n geweldige gast. Ja. Dan echt vele jaren later heb je in 312 heeft keizer Constantijn in een slag een christelijk visie. Daardoor dat visie wint hij de slag en wordt hij christelijk. We weten nog steeds niet zeker of hij nou echt christelijk was of dat hij het werd omdat het gewoon populair was. Maar in ieder geval werd hij het. En dan heb je ook in 313 het edict van Milaan. En daar zegt hij eigenlijk, yo christenen, best wel cash money. Ja, ja. Maar niet elke keizer hierna was ook christen. Dan heb je ook aan het einde van de 4e eeuw Theodosius. En die maakt het christendom tot een staatsgodsdienst. Je moest christen zijn. Of nou, het was handig om christen te zijn. Want andere heidense godsdiensten werden een soort van vervaagd. Hoi, ik ben Knut. Ik ben Germaan. Ik vecht echt keihard. Ik heb een hele grote bijl. En ik vecht in principe naakt. Want dat vind ik gewoon lekkerder. Eindelijk het laatste paragraaf. Romani et Germani. We beginnen met het kenmerkend aspect. De confederatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Als je een Romein nu zou vragen waarom het Rijk eigenlijk verloren is gegaan, zouden ze waarschijnlijk zeggen luiheid en het christendom. Helaas is het niet zo simpel en nu ga ik uitleggen wat er eigenlijk. Het is eigenlijk een mengelmoes van verschillende factoren, namelijk economische, politieke en sociale. Want rond de derde eeuw begint er een soort crisis, want dan heb je dat de bevolking daalt door onder andere epidemieën. Er was politieke onrust, want het bestuur was niet echt heel stabiel toen. Het platteland was soort van leeg, want alle boeren kregen te veel belasting. En door deze leegloping heb je ook economische onrust. En over het algemeen waren er veel Germaanse invallen, wat de hele boel niet echt hielp. De politieke onrust hield eigenlijk in dat er fucking 30 keizers waren in de tijd van 50 jaar. Dat is niet lekker als je een keizer bent die voor het leven regeert. Want eigenlijk, het leger had eigenlijk meer macht dan de keizer. Want degene die het leger meest betaalde, was eigenlijk de keizer. Want als jij een keizer wilde zijn en je betaalde het leger meer dan dat de keizer deed, dan zette je met dat leger de keizer eigenlijk af en dan werd jij de nieuwe keizer. Dit zorgt ook voor heel veel burgeroorlogen. Maar met dit grote leger heb je natuurlijk ook heel veel voedsel nodig voor het leger. Dit zorgt voor veel belasting op natuurlijk het platteland, waar vooral zelfstandige boeren het platteland verlieten. Wat ervoor zorgt dat er hongersnood is, wat ervoor zorgt dat er geen handel meer is, omdat er geen niks meer is om te handelen. Of nou, de basis in ieder geval. Ook kreeg je dus volksverhuizingen van 100 tot 500 na Christus. Dit zorgt er voor veel Germanen die de grens overgaan. En dan klopt zo aan bij zijn grenspost, zeggen ze van, yo, ik heb hier 1000 Germanen, mag ik naar binnen? En dan zegt de Romein, ja hoor, alleen als jullie voor ons komen vechten. En dan zeggen de Germanen, sure. En dit was eigenlijk ook de oplossing van de Romeinen om de Germanen te gebruiken tegen de Germanen. Wat je uiteindelijk krijgt, is dat het grootste deel van het Romeinse leger waren Germanen. En dat is niet zo handig, want eigenlijk waren het Germaanse huurlingen. En kreeg je dus ook Germaanse generaals in de Senaat. Diocletianus probeerde dat nog op te lossen door het Rijk in tweeën te splitsen. Van het Oost-Romeinse Rijk tot het West-Romeinse Rijk. Maar dit werkte soort van half. Maar uiteindelijk werd Rome dus geplunderd in 410 en 455. En werd de laatste keizer afgezet in 476. Dit was trouwens gewoon een verveelde puber. Die had helemaal geen zin om een rijk te regeren. Ik heb wel zin om een rijk te regeren. Als je een wereldrijk hebt, call me up. Ik ben wel klaar ervoor, denk ik. Het einde van het West-Romeinse Rijk zorgt ook meteen voor de middeleeuw eigenlijk. Want het West-Romeinse Rijk werd ook eigenlijk opgesplitst in allemaal verschillende Germaanse koninkrijkjes. En trouwens, de middeleeuwen waren waarschijnlijk het kutste gedeelte
om geleefd te hebben als mens, waarschijnlijk. De val van Rome zorgde ook meteen voor het einde van de landbouwsamenleving. En ja, dat is alles wat ik heb te zeggen. Ja, het Oost-Romeinse Rijk leeft nog wel een tijdje door, maar al mijn Turkse kijkers weten waarschijnlijk wat daarmee gebeurd is. Dus ja, tot volgende keer. Leer goed voor deze toets en hopelijk lukt het je. En dan zie ik je volgende keer weer. Peace.